Wim van der Leegte, u heeft onlangs het stokje in uw eigen bedrijf overgegeven aan de volgende generatie. Geniet u nu nog meer van paarden? Nou, dat scheelt niet zo heel veel. Ik geniet natuurlijk enorm van paarden als hij wint. Dus bijvoorbeeld de overwinning in Den Bosch, dat was natuurlijk van grote klasse. En dan geniet je super. Maar... Hij is Leopold van Asten? Ja, hij is Leopold van Asten, ja. Ja. Leopold, hoe ervaar jij dat? Een sponsor die zo geniet van de paarden? Ja, dat is natuurlijk super. Het is belangrijk ook voor de sport dat mensen zoals Wim genieten van de sport. En dan ook zoveel doen voor de sport. En voor mij als ruiter is het natuurlijk een grote eer om... voor hem te rijden. We zijn hier op CSI Eindhoven. Ja. Dat is toch eigenlijk ook uw CSI Eindhoven. Geniet u hier nog meer van de paarden? Nou, ik ben hier ooit sponsor geworden in 2001. En toen won hij toevallig de derby. Daarom is het zo triest dat hij nou aan de derby niet meedoet. Maar ik heb net nog gezegd, nou, dat moet ons volgend jaar toch niet meer gebeuren. Dat wij geen paard voor de derby hebben. Want het is natuurlijk een prachtig concours. Hoe komt het dat jij niet mee rijdt? Ja, ik had dit jaar geen paard wat geschikt is voor de derby. Ik had er wel met eentje geprobeerd. Een derby is gewoon een verhaal apart. En je moet gewoon een paard hebben die het echt leuk vindt om die natuurhindernissen te doen. Meer rijden om mee te rijden, dat vind ik ook niet nodig. Vooral als je in je achterhoofd al hebt van dat je paard er niet echt geschikt voor is. Nou, dan concentreer ik me liever op de andere wedstrijden en hoop ik dat ik volgend jaar wel weer een paard heb die geschikt is om mee te doen aan de derby. Ja, Gistiek zit altijd te kijken en die zegt van ik wil wel. Hè? Ja. Gistiek is niet zomaar een paard, dat is een eigen voorproduct van Duizendshof. Ja, Gistiek is een Verdi en die komt uit Mystiek. Heb ik zelf mee gereden. Dat is trouwens een goed voorbeeld. Mystiek heb ik 1 jaar geprobeerd de derby te rijden. Maar Mystiek was ook een heel voorzichtig paard. En die twijfelde ook wel eens met sommige natuurhindernissen. En dat resultaat was toen was niet goed genoeg. Dus daar praat je dan ook niet meer over. Maar dat is een geweldig paard geweest voor mij. Dat was geen grote prijzenpaard, maar wel een goed tweede paard. En die heeft heel veel bij rubrieken gewonnen. En daar is zij een dochter van. En ik maar denken dat u zou zeggen, en nou moet Leopold morgen de grote prijs maar winnen. Dat vind ik ook. Maar dat gaat hij doen met Miss Untouchable. En die heeft van de week al, was je tweede. Dus zij is in vorm, hij is ook in vorm, denk ik. Hè? Ja, tenminste, gisteren op tijd naar bed en zo is allemaal heel belangrijk. Maar we doen in ieder geval het beste om de grote prijs morgen in te pikken.